Anton Jansen. Ja, 3-3 en een letterlijk en figuurlijke knotsgekke wedstrijd. Ja, dat klopt. Het was een hele open wedstrijd aan allebei de kanten. Ik denk dat wij wilden wat minder ruimte weggeven. Dat wil niet zeggen dat je dan heel controlerend wilt spelen of verdedigend wilt spelen. Maar in ieder geval wat minder ruimte weggeven. Wat meer grip te hebben. Maar goed, dat geldt ook voor Feyenoord. Daar zijn we alle twee niet zo in geslaagd. Aan de andere kant, ja, wij probeerden waar mogelijk was eruit te komen. En hebben goede dingen aan de ballen te zien. 3 doelpunten gemaakt. Goed teruggekomen van de achterstand. Publiek erachter. Dus daar mogen we heel tevreden over zijn. Die eerste helft was heel erg open allemaal. Hè. Veel kansen, met name Higden. Moeten die ballen erin? Nou, liefst wel, moet ik zeggen. Kijk, als je in die positie komt, dat is prima. Dus hij werd door de ploeg in die positie vrijgespeeld. Ja, goed, dan hoop je natuurlijk ook dat zijn bal erin gaat. En die ballen moeten er ook in. In ieder geval 1. Maar goed, het is allemaal mensenwerk. Dus hij zal ze ook willen maken. En daar gaan we ook aan werken, dat de volgende keer wel lukt. Die tweede helft, NEC had heel veel moeite, hè, met een omschakeling van Feyenoord. Met name middenveld, veel duels. Dan kom je ook, vind jij, terecht op een 2-1 achterstand. Nou ja, in die eerste half uur vond ik dat we wel heel open speelden. Het laatste kwartier kregen we wat meer grip. Maar door de ruimtes die we weggeven en door het... Kreeg Feyenoord, we hadden moeite met de lopende mensen van Feyenoord en het aanspelen van Pelle in die fase. Wat te weinig druk op de bal. Maar ik vond dat we ons daar goed van herstelden. En twee keer ook terugkomen natuurlijk van een achterstand. Nou, dat doen we prima. En op de manier waarop, geeft aan dat de ploeg over veerkracht bezit, maar ook over een goede wil en teamspirit bezit. Vlak voor tijd denk je dan misschien wel, ja, die eerste overwinning gaan we vandaag misschien nog wel boeken. Kun je dan met die 3-3 uiteindelijk leven of is er vooral teleurstelling? Nou, beide. Want ik kan met de 3-3 leven. Gezien het hele wedstrijdbeeld, dan denk ik dat het ook een terechte uitslag is. Alhoewel het ook nog hoger had kunnen zijn, 5-5 of zo. Maar het is altijd jammer als je net voor tijd voorstaat, dat je dat niet mee kunt nemen. En dat is de kleine dompel. Wel weer een frommel goal, hè? Zo eigenlijk bij NEC, maar bij Feyenoord allemaal een frommel goals waren. Ja, goed, dat klopt. Alhoewel de tweede wel mooi uitgespeeld was, waar wij dus niet helemaal goed stonden. Maar goed, voetbal hoort dat er misschien ook wel een beetje bij. Hè? Het moet allemaal niet te steriel zijn. En, als trainer wil je graag grip hebben en aanvallend voetballen en met 5-0 winnen. Nou, niet elke wedstrijd kan dat. Dus met deze uitslag kan ik beleven.